is goed. Geen cent meer naar Griekenland. Aldus Mark Rutte over een eventueel derde steunpakket aan de Griekse eurocrisis. Iedere werkende Nederlander krijgt 1000 euro belastingverlaging. Opnieuw een verkiezingsbelofte van diezelfde Mark Rutte. Wat is er overgebleven van die beloftes? Vrij weinig. Er kwam een derde steunpakket. Dat maakte het totaal aantal geld dat we naar Griekenland hebben gegeven naar 52 miljard. En ook die 1000 euro was achteraf gezien toch niet mogelijk, volgens Rutte. Waar Kees Verhoeven een jaar geleden nog een heel betoog hield in de Tweede Kamer dat de sleepwet een verschrikkelijk iets was, een onding, dat was een privacy schending, is hij een jaar later ineens gedraaid daarmee. De sleepwet is een geweldige toevoeging voor democratie. En het raadgevend referendum, dat was een jaar geleden nog een geweldig iets, een parel van een democratie. En ook dat is nu ineens iets afkerends geworden. Het zorgt voor te veel verwarring. Aldus D66. Tijdens de verkiezingscampagne zeggen de partijen één ding. En daarna doen ze iets anders. Wat moeten wij als kiezers, toekomstige kiezers, nog geloven? Hoe weten wij dat onze wensen, onze redenen voor het stemmen op een partij nog nageleefd worden? Dit weten wij niet meer. We hadden een zekerheidsmiddel. Dat was het referendum. Je kon daarmee een uitspraak doen over een aangenomen wet door de Eerste en Tweede Kamer. Bent u voor of tegen een Europese grondwet? Bent u voor of tegen een associatieverdrag met Oekraïne? En bent u voor of tegen de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten? Dit referendum wordt nu door de gevestigde partijen afgeschaft. Ze vonden het te moeilijk voor de kiezers om een beslissing te maken over één wet. Maar moeten we ons hierbij neerleggen? Moeten wij accepteren dat wij nu 4 jaar lang buitenspel gezet worden door de politiek? Nee. Wij moeten alles erop zetten om voor een betere toekomst te streven. We moeten kritisch zijn, met elkaar in debat gaan. En op die manier zorgen wij samen voor een betere toekomst. Dank u wel.